Wethouder Schuurman, vanavond wordt de Partij van de Arbeid GroenLinks geagendeerd punt over dus mogelijke problemen met mensen nu de energierekeningen en alles is. En u deed eigenlijk een vrij dringende oproep. Welke oproep deed u? Ja, ik heb eigenlijk gebruik ik elke mogelijkheid die ik krijg daarvoor, dus ook vanavond weer. Om nogmaals de oproep te doen aan alle inwoners die worstelen om rond te komen. We weten dat er heel veel zijn, met name vanwege de gestegen energiekosten, boodschappenprijzen en dergelijke. Ja, als mensen in moeite hebben om rond te komen, om zich echt te melden voor hulp en ondersteuning. Dat gebeurt vaak veel te laat, heeft grote schulden en ook ernstige gevolgen. Dus hoe eerder mensen zich melden, hoe beter. Er is heel veel bereid om te helpen. Mm-hmm. Maak daar ook gebruik van. En waar kunnen mensen dan bijvoorbeeld zich melden? Ja, een van die adressen is natuurlijk Stichting Zo. De postkamer bijvoorbeeld van Stichting Zo, waar mensen ook zo binnen kunnen lopen. Dat is maar een voorbeeld. Maar het kan ook vaak via bekenden of anderen die soms ook weer op weg kunnen helpen. Maar Stichting Zo is wel een hele belangrijke ingang als mensen vragen hebben over hun financiën. Ja, dan vertelde u vanavond van we hebben mensen die nog steeds wel recht hebben op de energietoeslag, maar niet hebben aangevraagd. En u heeft ook daarvan adviezen. Ja, vraag hem aan. Want we zien bij heel veel mensen dat die contracten aflopen, dat leidt tot fors hogere maandlasten. De regeling is er voor mensen met een laag inkomen om ervoor te zorgen dat energie ook voor hen betaalbaar blijft. Dus inderdaad onze oproep aan iedereen die het nodig heeft. Vraag de tegemoetkoming die er vanuit het Rijk is ook aan. Ja, en als mensen niet in de doelgroep vallen, heeft u vanavond ook uitgelegd, dan is er eventueel via de bijzondere bijstand altijd nog een kleine mogelijkheid, begreep ik? Ja, dat klopt. Want de rijksregeling gaat uit van mensen die, dat is een beetje technisch, hè, maar tot 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. Maar als mensen daarboven zitten, als ze niet in aanmerking komen voor de energietoeslag vanuit het Rijk, dan hebben wij als gemeente wel de mogelijkheid om op basis van draagkracht, dus wat mensen daadwerkelijk kunnen betalen, te kijken of wij een tegemoetkoming kunnen bieden vanuit de bijzondere bijstand.